In plaats van een protestactie te initiëren, moet de NDP zich bij het volk verontschuldigen voor de financiële schade die ze het land heeft toegebracht. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in een live radioprogramma. Het staatshoofd typeert de protestmanifestatie van de NDP, welke gepland staat voor 25 februari, als een politieke strijd. In een democratische staat mag een politieke strijd geen probleem zijn, maar men moet niet uit het oog verliezen wie verantwoordelijk is voor de huidige economische situatie, zegt Santokhi. U vernietigt een land. U vernietigt een kondre. U voert een money voor een volk, waarvan de rechter nu uitspraken doet. En dan ook buiten. En je hebt zijn staatskas leeggehaald. En je hebt nog zoveel andere handelingen verricht waarbij het geld van het volk verdwenen is. Die zaken gaan rustig stuk voor stuk door de rechter onderzocht worden. In plaats van dat je als partij je verontschuldiging gaat aanbieden aan het volk. Volk van Suriname, vergeef me dat al die maatregelen die nu getroffen moeten worden, in feite het niet hoefde if minobe yamamuni dape. If minobe take the money for a kasreserve. If minobe take the money for de postspaarbank. Dan zouden deze maatregelen niet nodig zijn. Men zou het excuses moeten gaan aanbieden aan het Surinaams volk en beter beloven. De president zegt dat de NDP op geen enkele wijze spijt heeft betuigd voor zaken waar ze verantwoordelijk voor is. Ook in de Nationale Assemblee laat de partij niet blijken dat ze willen helpen om uit de crisis te geraken. En dat je op een gegeven moment totaal geen gevoel ook in het parlement hebt laten blijken in de politiek en naar de samenleving van hé, kijk, hoe de crisis, wat raar regerende, ze hebben ons afgewezen. Hoe heb je regering in zo? Je hebt gerookt aan de mee, maar hoe heb je niet in zo ondersteunen met opmoppen uit de crisis? Nee, constant dwarsbomen en nu een protest gaan initiëren tegen het regeerbeleid. Ja, we hebben het moeilijk. We hebben een lege kas aangetroffen. President Santokhi zegt dat de regering harde maatregelen heeft moeten treffen om de financiële crisis helemaal onder controle te krijgen.